Goeiedag en welkom bij aflevering 5 van mijn Career Mode met Feyenoord. We hebben een mail ontvangen. Er zijn spelers die de club gaan verlaten wegens interlandverplichtingen. Het zijn voor Nederland Haps en Berghuis. Voor Zweden Larsson. Voor Denemarken Nicolai Jurgensen. En voor IJsland Ari Skúlason. En zijn we nu klaar voor de eerste wedstrijd van deze aflevering. En die spelen we uit tegen Willem II. Hallo kijkers thuis en welkom Hallo in het allemaal en stadion. welkom in het Koning Willem II stadion voor de wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord. Wedstrijd commentaar is Evert ter Napel en Jurie Mulder. Het zou best een mooie wedstrijd kunnen worden als je ziet wie er tegen elkaar spelen. Willem II en Feyenoord. We zijn het best scorende team in de competitie met 14 doelpunten. Maar PSV en Heerenveen hebben ook 14 doelpunten. PSV heeft deze speeldag al gespeeld. Dus als we minstens 1 doelpuntje maken, komen we terug helemaal alleen op kop. En dat is de opstelling voor Willem II. Op de bank zitten Wellenreuter, Heerkens, Kroa, Toyokawa, Palacios, Liefdink en Koulibaly. Dan Branderhorst staat in goal. Dan Louis, Meipner, Peters, Anita, Sadiki, Long, Kolovos, Avodia, Sol en Osblitz. Er zijn een paar moeilijke namen bij Willem II dit seizoen. En dan nu voor Feyenoord op de bank zitten Geertruida, Skúlason, Kokshu, Aluko, Helankuri, Van Persie en David. Manager is Nick Albrecht. In doel staat Vermeer. Dan Nieuwkoop, Van Beek, Tapia Malasia, Larsson, Rosario, Ayoub, Essity, Oliveira, Souza en Jurgensen start in de spits. Het is ons B-elftal, maar we gaan de competitiewedstrijden met ons B-elftal wel met Vermeer kiepen. En de bekerwedstrijden voor de Nederlandse bekers, die worden dan gekiept door onze andere keeper. Voetbal is coming home. Volgens mij komt het voetbal uit Engeland, ja. En dan zijn we vertrokken. Dan Jurgensen naar Essity. Essity trapt hem net over. Grote mogelijkheid in de zesde minuut van de wedstrijd. Dan Larsson, Oliveira Souza, Rosario en die trapt de bal enig mooi binnen op het kwartier. Maakt Rosario hier in Tilburg de 0-1. En hij is aan een zeer goed seizoen bezig dit jaar. Een goede aankoop geweest, want hij scoort nu zijn derde doelpunt in de Eredivisie. Dan Ayoub met de voorzet. Jurgensen 0-2. 25e minuut. 10 minuten na de 1-0 scoren we de 2-0. Vrije kopkans voor Nicolai Jurgensen. En onze spits mist dat natuurlijk niet zo'n kans. Dan Jurgensen. Snijdt naar binnen met de paas. En Ayoub scoort de 0-3. In de extra tijd van de eerste helft. 0-3. En als je het mij vraagt, wedstrijd al gespeeld. Voor Ayoub is het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. En dan gaan we rusten in een wedstrijd die we hebben gedomineerd. En veruit de beste ploeg zijn. We leiden bij de rust met 3-0. En als iemand kan zeggen dat dat niet verdiend is, dan is die zot. Willem II heeft geen enkele kans bij elkaar gevoetbald. Ruststand hier in het Koning Willem II stadion 0-3. Dan beginnen we aan de tweede helft. Dan Kolovos en Vermeer met de redding. Dan gaan we wisselen. Aluko en Kokshu komen Larsson en Pablo Rosario vervangen. Dan nog een wissel. Jonathan David komt Nicolai Jurgensen vervangen, die ook een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld. En dan is de wedstrijd afgelopen. We winnen met 0-3. En de eindstand stond al met de rust op het bord. Tweede helft hebben we gewoon rustig gespeeld.
We hebben geen kansen meer bij elkaar gevoetbald. Maar we hadden wel het meeste balbezit nog. We hebben gewonnen en dat is zeer belangrijk. Willem II, spijtig genoeg verloren voor hun. Maar voor ons is dat natuurlijk wel weer positief. Dus we blijven aan de kop in de rangschikking met deze 0-3 overwinning hier in Tilburg bij Willem II. Dan zijn we nu klaar voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. En die gaan we naar simuleren. Opstelling voor ons is Vermeer, Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Malasia, Oliveira, Souza, City, Rosario, Larsson, Ayoub en Jurgensen. En de wedstrijd is dan gestart. En Jurgensen met de 1-0, maar Van Duinen met de 1-1. En Ayoub een gele kaart. Fleming een gele kaart. Dus Jurgensen en Van Crooy weer direct met de aansluitingstreffer. 2-2. Malasia heeft ook geel gekregen. Van Persie komt er niet voor Ayoub. Jurgensen met het doelpunt. En die volstaat. We winnen met 3-2 van PEC Zwolle door een hattrick van Nicolai Jurgensen. En dan zijn we nu klaar voor de derde groepswedstrijd in de UEFA Europa League. En die spelen we tegen Dynamo Kiev. Bij een groepswedstrijd in dit toernooi. We zijn er live bij en kijken uit naar een mooie wedstrijd. We gaan zo live kijken naar Dynamo Kiev. Dat is Feyenoord. Hallo allemaal en welkom in het Valery Lobanovsky Stadion, de thuisbasis van Dynamo Kiev. En zij ontvangen deze wedstrijd Feyenoord. Wedstrijdcommentaar is in handen van Evert ten Apel en Juri Mulder. En Feyenoord. We kijken vandaag naar een team dat continu druk zet. Het is dat voor Dynamo Kiev, Boyko in doel. Dan Kedziora, Burda, Kadar, Sicli, Verbiet, Shebelev, Andrievski, Chikkov, Bueno en Besedin. Opjagen van die tegenstander. Ja, dat zijn Kiev-namen. Met deze formatie stapt Feyenoord. En nu voor Feyenoord heeft coach Nick Albrecht voor deze elfnaam gekozen. Vermeer in doel dan Sint-Juste, Botteguin, Van der Heijden, Haps, Velena, Torenstra, Klaasie, Bergwijn, Van Persie en Berghuis. We staan op kop in deze groep. Een van de drie profverenigingen uit Rotterdam. Wat betekent dat er in met 6 punten, 2 wedstrijden gewonnen en hopelijk kunnen we deze derde wedstrijd ook winnend afsluiten. En is de eerste helft van de groepsfase zeker en vast geslaagd. Winnen van de rivaal uit dezelfde stad. Natuurlijk, oude gelijk spelen. We blijven op kop. En Dynamo Kiev heeft maar 2 punten. Zij hebben 2 keer gelijk gespeeld. Kunnen we bijna aan de wedstrijd starten. En dat is nu daar ook gebeurd. Genoeg gepraat over deze wedstrijd. We gaan hem nu. Dan Van der Heijden werkt slecht weg. Tchakhov. En die maakte 1-0. Blunder in de defensie van Van der Heijden. En Dynamo Kiev komt daardoor op kop. Dit is een domper. Dan Bergwijn. Bergwijn van Persie, maar recht op Boyko. Dan de corner. Berghuis recht op Boyko. Dan Verbic. Wordt daar gered, maar dan komt de bal in de voeten van Tchekhov. En hij maakt zijn tweede van de dag. En Dynamo Kiev leidt met 2-0. Dit is niet goed. Dan Bueno met de voorzet en Vermeer tikt hem nog net van onder de lat. Dan de corner. Kadar kopt op het dak van het doel.
Dan Haps. Naar Torenstra en die trapt net voor rust de 2-1 binnen. Het kan nog. Torenstra met zijn derde doelpunt in de UEFA Europa League. Dan Berghuis. Alleen op de keeper af Berghuis. Maar recht op Boyko. Kan niet goed afdrukken. En dan wordt er gefloten voor de rust. Bij de rust staat het dan ook 2-1 voor Dynamo Kiev. En eigenlijk wel verdiend. Jammer van de twee doelpunten, want ze waren te vermijden. Maar als je het spel bekeek, Dynamo Kiev had wel het beter van het spel. Dus een logische ruststand 2-1, maar we komen beter in de wedstrijd. En dan beginnen we aan de tweede helft. Dan Van Persie naar Vilena met het schot. En die gaat maar net naast. Die is zelf nog afgeblokt geweest. Dus een corner. Dan de corner met Torenstra. Botteguin wordt daar van de lijn gehaald. Dan Klaasie naar Bergwijn. Bergwijn gaat trappen. En net naast. We komen dichter en dichter bij het doelpunt. Gaan een wissel doorvoeren. Torenstra is een goede wedstrijd. Wordt vervangen door Ayoub. Dan Berghuis naar Vilena. Vilena heeft ruimte. Vilena moet gaan scoren. Vilena naar binnen. En Vilena scoort de 2-2. We staan weer op gelijke hoogte. En nu moeten we zien dat we erover gaan. We zijn er al op. Nu nog erover. Tony Vilena. Zeer goed in de Europa League. Daar verschiet ik echt van. Ik weet dat dat goede speler is. Maar in de Europa League schittert hij vol een bak. Daarom ook dat hij nu zijn derde doelpunt al scoort in de Europa League. Dan Bessedin, maar Vermeer met de redding. De belangrijke redding van Vermeer. Dan Bergwijn. Bergwijn met het schot en die gaat zomaar binnen. 2-3, we leiden in deze moeilijke wedstrijd. Steven Bergwijn, prachtig op de slof genomen. En het doelpunt voor Feyenoord. Voor Steven Bergwijn. Dit is zijn eerste doelpunt in de Europa League. Als ze nog langs zij willen komen, dan Tje met het schot. En die gaat tegen de paal. Bijna de gelijkmaker in de extra tijd. En dan is de wedstrijd afgelopen. We hebben de voorsprong kunnen behouden. En winnen met 2-3. Al werd het op het einde nog wel heel spannend. Met het schot op de paal. Voor Dynamo Kiev. Maar we hebben het kunnen vasthouden. En we gaan terug naar Nederland met de 3 punten. En daar ben ik zeer blij mee. Zeer goede wedstrijd van Steven Bergwijn. Met zijn doelpuntje. De mooiste doelpunt van de avond. En ja, tweede helft echt wel verdiend dat we gewonnen hebben. Dus eindstand hier in Kiev. 2 voor Dynamo Kiev en 3 voor Feyenoord. En dit is aan de stand op het einde van deze aflevering. Feyenoord op kop met 23 punten. Dan tweede PSV met 21 punten. Met 18 punten volgt Heerenveen. 16 punten zijn voor ADO Den Haag en Ajax. 14 punten Groningen en Utrecht. 12 punten Vitesse, Fortuna Sittard, AZ, NAC Breda. Dan met 10 punten Willem II. Excelsior, PEC Zwolle hebben 9 punten. De Graafschap heeft er 8. Heracles Almelo heeft 6 punten, VVV Venlo 4. En op een laatste plek FC Emmen met 1 punt. Dan gaan we een keer kijken in de Europa League hoe het daar staat. We staan op kop met 9 punten. Dynamo Kiev heeft er 2, Stade Rennes heeft er 2 en FC Basel heeft er ook 2. Dan gaan we helemaal naar boven naar groep A. Staat Bayer, 04, Leverkusen en Empoli op kop met 7 punten. Zurich en Motherwell heeft 1 punt. Dan in groep B, Celtic 7 punten, Leipzig 4, Reuzenburg 3, Salzburg 2. Dan in groep C, Bordeaux 9 punten, Slavia Praag 4 punten, Kopenhagen 4 punten en Sint-Pölten 0 punten. Dan in groep D, Anderlecht 9 punten, Fenerbahce 6, Vålerenga 1 punt en Dynamo Zagreb heeft ook 1 punt. Dan in groep E Arsenal 7, Sporting 3,
Piast Cluisi 2 en FC Lugano ook 2. En in groep F AC Milan 7 punten, Olympiakos 6 punten, Real Betis 4 punten en Derry City 0. En in groep G Villarreal 9 punten, Spartak Moskou 6, SK Rapid Wien heeft er 3 en de Rangers hebben 0 punten. En in groep H Lazio 9 punten, Olympique Marseille 6, Frankfurt 3 en Newcastle 0. In groep I Malmo en Besiktas beide 6 punten, KRC Genk heeft 4 punten en Sarpsborg heeft 1 punt. Dan Sevilla 6 punten, Vitesse 5, Standard 4 en Accessoir 1. Dan zijn de groep van Feyenoord en groep L Chelsea 7 punten, Braga 4, PAOK Saloniki 3 en Sosnovicic 1. Dan gaan we ook even kijken naar de topscorer in de competitie. Dat is Nicola Jurgensen met 6 doelpunten. En Johnson van AZ en Van Krooi volgen met 5. Dan bij de assists, Torenstraap komt met 4 stuks. Dan met 3 stuks Rojas, Ayoub en Romero. 0 tegendoelpunten. Onana heeft er 5 en Vermeer heeft er 4. Dit was het dan voor deze aflevering. In de volgende aflevering spelen we de wedstrijd tegen Ajax voor de Oranje Beker uit tegen PEC Zwolle. En de wedstrijd tegen VVV Venlo. Die wedstrijd zullen we waarschijnlijk simuleren. En Ajax en PEC Zwolle zullen we spelen. Dan dank ik jullie zeer graag voor het kijken. En ik zie jullie heel graag terug bij de volgende. Bye bye.